Het versoepelen van de COVID-19-maatregelen door de autoriteiten wil. Mag erop rekenen dat de strakke controle van de politie dagelijks onverkort doorgaat zodra de avondklok is ingegaan. Dit zegt Rachel Deekman, woordvoerder van het COVID-19-coördinatieteam van het Korps Politie Suriname, in gesprek met onze nieuwsdienst. Deekman zegt dat er in het afgelopen weekend 161 overtreders zijn beboet. Volgens de politiefunctionaris is gisteravond opgetreden tegen een aantal overtreders aan de Wilhelminastraat. Een aantal mensen hield zich na 9 uur 's avonds toch op langs de weg. Beelden over dit politieoptreden gingen viraal op sociale media. Deekman zegt dat bij de controle bij de belangrijke bruggen het afgelopen weekend er geen arrestaties zijn verricht.